Vraag jij je ook wel eens af hoe het is om dakloos te zijn? Nou, ik er wel. En nou is dakloos zijn in Nederland niet zo heel spannend, maar wat als je dakloos bent in de rijkste stad ter wereld? New York City! Ik heb mijn telefoon, portemonnee en al mijn bezittingen opgeborgen in een kluis in mijn rugtas. Oh. Zelfs mijn cameraman die Michael heeft al zijn spullen in de kluis gestopt. Waarom sleur je me hier weer mee in? We staan er dus helemaal alleen voor. I don't ask people for money. De komende 24 uur. Oh ja, in deze hele video haal ik geld op voor een goed doel en aan het eind ga je zien hoeveel dat is. Dus blijf vooral kijken. Ik vind het een lastig moment. De tijd is ingegaan, mensen. Het dakloze leven begint. Mijn eerste doel, gratis eten. En jullie kennen mij, ik ga meteen voor het culinair hoogst haalbare in deze stad. Can I get a free hot dog? Because I'm homeless, so I would like... Yeah. Are you, is that funny? Oh, you look like a rich man. I'm not a rich man. I give you one. Yes? Oh, thank you so much. Ik wilde eigenlijk een shot maken dat je zag dat ik meteen werd afgewezen. Maar deze guy zei gewoon, weet je wat, ik geef je er een. En omdat ik er eigenlijk gewoon uitzie als een typische toerist, begonnen andere daklozen mij al vrij snel om geld te vragen. No, I'm homeless as well. Welcome to the club. You also stay in shelters? Yes. Is it okay? If you never been in army or jail, it will be very hard for you. What is the best place to go if you want to ask people for money? You gotta come, man. Help me out. Alright, thank you. Ja, man. En na een tijdje lopen kwam ik dan eindelijk aan bij... Ik weet het, ik zie er hier misschien cool uit, maar het was tering koud. Dus probeerde ik gratis handschoenen te fixen. I'm actually homeless. And I have cold hands. I thought maybe I could get them for free, is that okay? For free? Can't do it. Yeah. Can't do it? Can't do it. No? Not for one time? No. Tell you what. Thank you so much, bro. Oh, that's so nice. Dit is echt tering chill. Ik heb gewoon gratis handschoenen gekregen en $5. Ik ga dit koesteren. Oké, dan is het nu echt tijd. Dit is het moment. Ik, Calvijn, in de rijkste stad ter wereld. Ik moet hier binnen no time duizenden euro's hebben verdiend. Hoe moeilijk kan het zijn, joh? Do you maybe have a dollar on you? I don't have any money with me. Do you have a dollar? No. Okay. Sorry. Do you have $1 maybe? Or maybe Spanish money? Ik had misschien niet de beste plek uitgekozen, dus besloot ik ergens anders heen te gaan. Onderweg wilde ik de guy die mij de handschoenen gaf nog even bedanken. Thank you so much again. Thank you for the gloves. What did I give you? $5 already, right? Yeah, yeah, yeah. But that's, you know, more than I could have asked for. Oh, thank you so much, man. You're the best, you're the best. What was your name again? TJ. Nice to meet you, man. TJ was extreem aardig voor me. Iemand die minder aardig voor me was, was deze dakloze teringleier die ik een flesje water dat ik gratis had geregeld had gegeven. More water? What do you say? Okay. En nadat ik 2 kwartjes had gevonden op de grond, ik doe het voor de culture, besloot ik over te gaan op een andere tactiek. Een tactiek die ik maandenlang had voorbereid. I'm actually a professional rock paper scissor player. Wow. And the one who wins gets a dollar. Rock paper scissors shoot. Give me a dollar. Telkens als ik verloor, zei ik dat ik geen geld had en hoefde ik niks te geven. Oh my gosh, I feel bad now. I don't want to win. Maar als ik won, rock paper scissors shoot. I made it. Now you gotta pay up, so... Oh, thank you. Oh my god. Deze dollar ga ik koesteren. Deze bewaar ik voor altijd. Ik ga hier nooit... Ja, ik had honger, oké? Okay? Goed. De avond valt in New York. Ja, dat drone shot wat je nu ziet, ja, dat is Michael dus nu aan het maken. Ik ben alleen en ik ga gewoon ergens zitten. Nadat ik 5 minuten had gezeten, gebeurde er dit. How you doing? My name is James. We help 5 people and follow people into the shelter system. Zij zijn dus blijkbaar van een soort van shelter ding. What crazy. Echt serieus? Nou ja, 5 of 10 minuten. Meteen komen ze al. Over dakloze opvang gesproken. Het geld wat ik de komende 24 uur op ga halen hier in New York, ga ik doneren aan de dakloze opvang. Ook hier in New York. Oh ja, wat ik ook nog vergeten was te vertellen. Ik doe dit dus niet alleen. Want terwijl ik 24 uur dakloos ben in de rijkste stad ter wereld, zijn opkomende YouTube talenten van het kanaal Kriekel 24 uur dakloos in de armste stad van Nederland. Hey mannen. Kijk, daar staan ze hoor. Ja, ja. Oude Pekela. Zijn jullie goed voorbereid? Nee, we hebben een paar dekentjes meegenomen en dat was het. Nou, dan zie ik jullie aan het eind van de rit, hè. Tot morgen. Houdoe. Later. Doei. Doei. Oké. Okay. Nou. Begonnen. En begonnen. Aan het eind van de video zullen we zien waar mensen bereid zijn om meer geld te geven. Verder heeft iedereen plat gezegd, scheid aan mijn pogingen om geld te verdienen. Na ruim 2 uur had ik een paar cent gekregen van 1 man.
Over centen gesproken. Ik heb $1 betaald voor die pizza. Maar hij was verdomme 99 cent. Ik krijg nog 1 cent van die knakker. I have a question. So I got a slice of pizza here. I bought it for $1. But the sign said it was 99 cents. I was wondering if I could get 1 cent back. If that's possible. Alle kleine beetjes, jongens. Alle kleine beetjes. Hierna besloot ik naar Times Square te lopen. De populairste plek van New York. En geloof het of niet, maar mijn steenpapier schaarzwendel begon te werken. Shoot. That's it. Thank you so much. 1, 2, 3, shoot. Ik bleef maar winnen. Thank you. Ooh, yeah, he's good. En winnen. That's it. En winnen. Thank you so much. Het was ongelooflijk. Iemand noemde me zelfs de Avatar. The Avatar? You better do that shit again. That was fun, bro. Oh, that was fun. Ik haalde niet alleen geld op, maar ik maakte ook tering veel mensen aan het lachen. Ik voelde me totaal niet dakloos. Overigens vond ik het wel verbazingwekkend dat er mensen zijn die niet weten hoe steenpapier schaar werkt. But I don't know how to play. Maar ondanks dat voelde ik me on top of the world. Totdat het ergst denkbare gebeurde. 1, 2, 3, go. Hierop had ik me niet voorbereid. Er gingen 100.000 scenario's door mijn hoofd. Dus ik reageerde precies zoals elk persoon met keuzestress zou reageren in zo'n situatie. Nadat ik nog 2 gratis hotdogs scoorde voor mij en mijn cameraman die Michael. Thank you so much. Yeah, but... En 1 cent vond op straat. 1 cent. Begon ik dorst te krijgen. Dus gooide ik mijn onderhandelingsskills weer in de strijd. En geloof me, wat je nu gaat zien is onderhandelen op hoog niveau. De Wolf of Wall Street is er niks bij. Kijk en leer hoe ik iemand van een absolute nee toch zover krijg om mij een watertje te geven. Hello sir. How are you doing? I'm actually homeless. Can I get a water? A free water, is that possible? Is that okay? Just one bottle. Your boss not here? Maybe you call your boss. So no free water? Just this one? I like your glasses. Fantastic glasses. Are you single? Do you have a wife? Yeah, I have 3 wives. 3 wives? You do good. I'll take 3 waters. No, I'm kidding. Or am I? Maybe I am. I just made you smile. Can I get 1 water? Can I take it? Alright, thank you so much. That's awesome. Thank you. En bij een flesje water hoort natuurlijk een late night snack. Meneer, u loopt in ons shot. Mijn moment is aangebroken. Ik wist dat ik dit een keer ging doen. Dus het gaat tegen mijn hele gevoel in. Maar ik doe het gewoon snel. Hopen dat niemand kijkt. Een donut. En terwijl ik een vuilnisdonut naar binnen werkte, hadden mijn dakloze vrienden in Nederland, waar het op dat moment gewoon dag was, iets minder succes. Meneer, heeft u toevallig geld over voor de dakloze opvang? Helaas. Op naar Central Park. De plek waar volgens Google Maps tientallen waterfonteintjes moeten staan. Wat is het voor gezeik? In de film zie je altijd dat ze dan hier water drinken. Well, I'm actually homeless. I don't know if you have like $1 on you or anything. Oh, that's awesome. $20, that's crazy. Die chick gaf mij gewoon $20. Excuse me? The park is closed. The park is closed? Yep, 1 a.m. every day. Okay, so we gotta go? Park is closed, yeah. Yeah. Ja, we weten het. Maar ik kan mezelf niet teleporteren, ja? Moeten we even uit het park kunnen. Ik snapte ineens waarom ik geen daklozen heb gezien in Central Park. Maar goed, eindelijk had ik een waterbak gevonden. Het is gewoon water. Wat achteraf een drinkbak voor paarden bleek te zijn. Lekker. De sfeer in de stad werd steeds grimmiger. Maar ondanks dat had ik een slaapplek gevonden. Welkom in mijn hotel. Kom binnen. Ik denk dat ik hier maar gewoon bij ga liggen dan. Oh. Omdat ik totaal nog niet moe was, besloot ik buiten een vriendschap te sluiten met 2 uitnodigende vriendelijke dakloze mannetjes. I chose to be homeless. You chose? I wanted to learn this survival. Where do you take a shit? How do you do it? Everything that you do in life is time. Quickly drop them, squat it, push it, wipe it. How many times last year did you have sex? I get more ass than the average motherfucker's toilet fucking seat in his own car. Maar goed, even zonder dolle. Deze mannen vergeleken de dakloze opvang constant met een gevangenis. En een shelter is just like prison.
a fucking hard-ass fucking bed with no springs. Maar ergens begon ik toch sterk het gevoel te krijgen dat er een andere reden was waarom ze zaten te haten op de daklozenopvang. Namelijk omdat ze daar geen drugs mogen gebruiken. Totaal logisch, maar voor een verslaafde natuurlijk heel lastig. Ineens begreep ik waarom de daklozen die ik 's nachts op straat tegenkwam er vrijwel allemaal bijliepen als, ja, hoe zeg ik het, zombies. Ik ben maar weer in de metro gaan zitten. Het is nu 3 uur of zo. Ik kan toch niet slapen, dus ik ga maar gewoon zitten. Het is 4 uur. Ik kan dus niet slapen. Ja, het is op zich logisch, want het stinkt in de pis. En ik kan voor geen meter liggen. En het is gewoon echt niet relaxed. Ik denk dat ik hier gewoon blijf totdat ik ergens het gevoel heb dat we richting de ochtend gaan. Het is 6 voor 6, mensen. 6 voor 6. Ik heb denk ik 1,5 seconde geslapen. En terwijl ik wakker word in New York, hebben mijn Nederlandse vrienden besloten om naar een school in Oude Pekela te gaan. We zijn nu weer bij de school en hopen komen er zo meteen mensen uit. En dan hebben ze misschien wat geld voor ons. Hey, wil jij Jan wel geld? Oh, alsjeblieft. Oh. Wat is dit? Dit slaat echt nergens op. Hoeveel dit is? Het is ochtend. Ik ga naar buiten. De ochtend in New York voelde als een geschenk van God. I'm alive. Kijk zelf maar. Yes. Inmiddels was ik een ware pro geworden in het gratis regelen van dingen. Kijk maar, ik regelde een gratis muffin. Oh, thanks so much, sir. Lulde mezelf naar binnen bij een sportschool voor een opfrisbeurt en... Ik zet de camera wel even uit, ik moet schrijven. Nou ja, dit dus. Ik regelde nog een gratis koffietje voor Michael. Geniet ervan. Fuck it, ik regelde zelfs een paprika. Thank you so much. En op dat moment werd het voor mij duidelijk. Als bedelaar geven mensen je bijna niks. De meeste verkopers van eten vinden het prima om je wat te geven. Thank you so much. Maar als je mensen aan het lachen kan maken, gunnen ze je de hele wereld. You made your own rule. Ik vraag me nog 1 ding af. Hoeveel euro hebben ik en Kriekel samen opgehaald? Ja! Yes! Kijk dit. 107... WhatsAppjes. Ik heb hem gewoon eigenlijk... Ik stop hem gewoon weer terug. Dag heren. Hallo. Jullie leven nog. Waar hebben jullie geslapen? Op straat. Onder een boom. Hoeveel euro's hebben jullie dan? €51,75 opgehaald. Lekker jongen. Hé, hey, ik ga het even tellen. 1. Jezus. 2. 46 nog wat. Jullie hebben gewoon meer knaken dan ik. Ik heb er nog €200 bij gedaan omdat het anders te karig voelde. Goed, ik heb veel geleerd tijdens dit avontuur. Maar hetgeen waar ik me het meest over verbaasde... is toch wel dat er serieus mensen zijn die niet weten hoe je steenpapier schaar speelt. But I don't know how to play. What the f...